mensen, ook bij een nieuwe video, HupCalFools. En vandaag gaan we weer voor die 500 likes. Spelen we natuurlijk Clash Royale. Laat die like achter. Ben super blij met de support voor jullie de laatste tijd. Gebruik de creator code Floris op Clash Royale, Sprawl Stars, Clash of Clans om mij te supporten. Maar wij gaan kijken, wat is er nou gebeurd met die Giant Skeleton? Want die is natuurlijk gebufft. Alleen, hoe goed is hij nou? En wij zitten nu nog in League 6. We kunnen het nu nog testen voordat straks iedereen met level 15 speelt in League 8. Dus dit is een moment om te testen. Ben jij goed, Giant Skeleton? Ben je goed geworden? Of ben je nog steeds een hele slechte kaart? Want dat was natuurlijk vroeger Giant Skeleton slechtste kaart die er is. Gewoon letterlijk. Ja, de slechtste kaart is weer overdreven, maar heel slecht wel. Daarna was hij gebufft en opeens speelde iedereen met Giant Skeleton. Dat was echt de meest overpowerde kaart, of in ieder geval tank, die jij in je deck kon hebben. En iedereen speelde met Giant Skeleton. Dat was echt een topkaart. Echt letterlijk elke archetype kon wel een Giant Skeleton in. En nu gaat die Skeletons gedroppen, maar ik had mijn Ice Spirit moeten doen. Ik had mijn Ice Spirit moeten doen. Ah, dat valkrie. Dat had ik niet mijn Ice Spirit moeten doen. Nee, maar iedereen speelde met Giant Skeleton op een gegeven moment. En ja, toen is die genurfd. En toen speelde weer helemaal niemand met de Giant Skeleton. En nu ga ik even kijken hoe goed die nou eigenlijk is. Dus ik heb twee dekjes. Ik heb dit Hawk Rider dekje. Dat meen je niet. Altijd tricky, hè, die je Furnace raakt. Ik heb dat Hawk Rider dekje. En ik heb een... dit Hawk Rider dekje. En ik heb een ander dekje die jullie straks gaan zien. We gaan gewoon twee... Oké, dat is best wel een goede prinses. We gaan gewoon twee potjes spelen. Met beide decks dus één keer. Ik ga heel veel wachten. Kijken of je die prinses gaat beschermen. Ja, oké. Doet die. Slim, dan loggen wij dit. En we gaan gewoon even kijken hoe goed de Giant Skeleton is. Dus vier potjes in totaal, natuurlijk, zoals jullie van mij gewend zijn. En ik moet eventjes... Ik wil even de gordijn dicht doen, want dat licht komt nu naar binnen. Ja, nu lijkt alsof ik een soort van in de hemel zit. Nou, ook mooi. Kom met de Hawk Rider. Ik denk dat hij ook met de Hawk Rider komt. Nee, oké. Nou, dan gaan wij alleen. Tesla in de back. Zou een Earthquake level 14 en level 13, dus één level lager, Firecracker killen? Ik denk het niet. Ik ga even een beetje scheid. We gaan even kijken hoe dit... als hij Zap heeft, zijn we een beetje de problemen. Heeft hij niet... Oh, heeft hij wel. Iedereen speelt opeens met Zap. Ja, dat is ook mijn eigen schuld. Ik had ook gewoon op 7 moeten spelen. Ik had gewoon een Tesla moeten droppen. En Skellies om die Inferno-draak af te leiden. Oh, wat ben ik ook aan het doen. Oké, dit is niet de schuld van de Giant Skeleton. Dit is gewoon mijn schuld. Maar we staan zo dik voor dat ik dit kan permitteren. Toch dit loggen, want ik wil niet mijn... ik wil niet mijn... Tesla gebruiken op de Giant Skeleton. Of op de... minipacken. Dit lijkt misschien een hele rare Tesla, maar is het totaal niet. Dit is een best wel goede Tesla zelfs. Gewoon even die... Inferno draak snijpen. Hij komt er toch niet doorheen met de Rock Rider. Inderdaad, top. En we gaan dit even Earthquake. We gaan even die test doen. Nee, killt het niet. Had ik eigenlijk ook wel verwacht. We gaan dit loggen. Want dan is die Firecracker neer. Doppen we dit in het hoekje. Met dit erbij en dit erbij. Zo. Hij zapt. Nice. Nou, dan komt hij er zeker niet doorheen. Doen we snel de Hawk Rider. Pre-log op wat hij ook gaat droppen. En winnen we het allereerste potje. Ga ik even dit doen. Ik deed het dicht en toen opeens werd het donker. En toen ging mijn camera weer slecht. Dus ik heb nu een beetje half gedaan. Oké, nou zijn we terug. Let's go. Eerst potje binnen. Natuurlijk. Gaan we door naar het volgende potje. Met Hawk Rider. Giant Skeleton. Het volgende dekje is niet met Hawk Rider Win Condition. Lijkt wel ontzettend erg op het dekje. Maar het is gewoon met een andere Win Condition. Dus denk alvast na of je het kan raden. We gaan in ieder geval de Hawk Rider aan de linkerkant. En we gaan dit loggen. Want we gaan die goblins natuurlijk neer. En dat is precies wat we willen doen. Oeh, en bijna ook de... Ice Spirit neer. En geen hit van de Hawk Rider. En hij speelt Royal Hawks. Oké. Ik ben benieuwd of hij gelijk ook gaat Earthquaken. Ja, agressieve Royal Hawks speler. Alright. Dan gaan we gewoon gelijk dit doen. 1, 2, hij heeft nog geen Skellies. Oh jawel, Skellies. Goblins bedoel ik in zijn. Ik heb wel Goblins in zijn. Besef jongens, besef als ik hier de prelog deed. Besef als ik hier de prelog deed. Waarom deed ik het niet? Waarom deed ik het niet? Oké. Hij heeft dus... Hawk Riders. Royal Hawks. Snelle cycle. Ja. Wij hebben ook een snelle cycle natuurlijk. We hebben ook een goedkoop dekje. Volgens mij hebben wij een 2.9 gemiddeld elixir. We doen even de Archqueen in de back.
Of hij heeft 2.9 volgens mij. Nee, ik weet niet. Kijk zo. Oké. Oeh, is hij op tijd met zijn ability? Nee, of hij dropt het niet. Willen we nu... Oké, nou top. Ja, oepsie. 2 hits! Nee, dat hebben we net niet. Ik had wel graag die 2 hits willen hebben. Hij heeft level 13 goblins zie ik nu. Respect voor hem. Hij speelt dus underleveled. Hij geeft mij niet echt de opening om die giant skeleton in de back te doen. Hij gaat de hele tijd met die royal hawks en gelijk een earthquake ook. Super irritant, maar wel goed van hem. 10 elixir doe ik die giant skeleton. Nice. Ondertussen nog steeds ready map met Tesla. Dat kan je doen gewoon met 2 vingers. Dat je gewoon die Tesla gewoon ready houdt. Zo. Dat gaan we wat doen ook. Die vries. Die gaat ook nog goed vriezen ook. Goeie Ice Spirit zeg. Leuk. Ik zie die Ice Spirit nooit echt. Dus ik vind het wel leuk om een keer gezien te hebben. Ik ben wel heel benieuwd wat hij nu gaat doen. We hebben namelijk echt ontzettend veel elixir. Hij wacht wel heel lang met zijn goblins. Heel goed ook dat hij daar zo lang mee wacht. Doen we nu de ability. Nice. Die Ice Spirit van mij ging op die van hem. Waardoor hij niet op mijn... en hij stopt me op tijd ook zeg. Jeetje. Hoe heeft hij dit overleefd? Hoe heeft hij dit overleefd? Is dit normaal? Maar hij heeft het overleefd. Goed gedaan. Mijn skellies helpen heel erg uit daar. Hij gaat nu sowieso net op tijd die kanon hebben. Inderdaad. Ja, hij speelt gewoon echt heel goed. Ik kan hier weinig van zeggen. Hij speelt echt heel goed, jongens. Ik kan er heel weinig van zeggen. Zet druk hoog. Ik kan niet met mijn giant skeleton komen. Wachten we eventjes op de earthquake. Dat we nu die skellies doen. Dat is dan weer goed voor mij gedaan. Doen we de giant skeleton hierbij. Dan... Wil ik hoogwaarde? Ja, hij gaat nu ability en dan is het... ability, Royal Delivery en dan is dat niet genoeg. Oeh, wat betekent dat hij de kanon... Oh, ik slide. Ik slide daar met mijn vingers. Shit, die was natuurlijk op de brug bedoeld. Die, ik moet een beetje earthquake gaan cyclen, want anders gaat hij dit niet winnen. We hebben verloren. Respect hoor. Oh, hij miste de earthquake. Hij mag geen hit pakken. Ja, toch? Queen over hier. Yes, dit is precies wat ik wil. Dit is niet slim van hem namelijk. Hij wordt te optimistisch. Kan ik beschermen? Nee. Nou, hij doet wel heel slim dat hij... Ja. Kijk die bom. Gebruik maken van de bom. Het is nog één. Is het één of earthquake log is dat genoeg? Ik weet niet. Dit level twijfel ik. Zo, close. Oh, 72 is genoeg. Nee, oh, wat close was dit. Wat close was dit potje. Pedro, respect bro. Respect, hij speelde dit echt heel sterk. Level 13 goblins ook nog eens. Hij speelde dit echt heel sterk. Hele goede speler. Zijn profiel ziet er niet naar uit, maar dit was echt een hele, hele sterke speler. Dan gaan we door naar het volgende potje. Andere archetype. Het is de goblin. Drill, dat is een partij lang geleden, boys. De goblin drill. Dit deckje speelde ik vroeger best wel veel. Oh, nee. Dit speelde ik best wel... Ja, we zijn net ook met die. Dit speelde best wel veel, de Goblin Drill. En ja, Goblin Drill, Giant Skeleton, het is wel een combootje. Dus we gaan even kijken hoe dit gaat doen. Ik ga even de Ice Bird doen, zodat die Giant Skeleton nog relatief goed levend blijft. Ja, dan gaat die Tombstone het wel een beetje verpesten. Maar ja, als ik één klap... Ja, nu moet hij nog iets gebruiken, anders gaan we Giant Skeleton halen. En dat haal ik toch niet. Zo.
Ook de Archie Queen is ook een kaart waar ik echt lang niet meer mee gespeeld heb. Is die ook gebust? Volgens mij wel, hè? Die Archie Queen is voor mij ook... Ja, die is ook beter geworden. Die is ook beter geworden. Ben ik op tijd? Nee, ben niet op tijd. Wel log uit Cycles, altijd een goed moment om met je drill te komen. Gooi er gelijk een ijsbeer bij, gewoon om eventjes die... Ik wou zeggen mini-packer, maar hij doet Bandit. Om dat gewoon eventjes te vriezen. Altijd goed gewoon. Prima, maar hij stopt het gewoon met, alleen met een Bandit. En we hebben maar één step van een Goblin. Dus dat is min 2 elixir voor ons. Dus dat heeft hij weer heel goed gedaan. Ik vind dat licht echt heel... lelijk zo. Nou ja. Het is heel raar licht in mijn kamer. We doen even de Giant Skeleton in de back. Giant Skeleton in la back. En hij zegt well played. En ik doe Giant Skeleton in de back. Ik weet niet wat er heel well played aan is. Ik denk dat het is omdat we veel meer elixir hebben dan wij. Dan hij. Want hij wachtte daar best wel lang met iets inzetten. Ik kijk eens even bij, want hij gaat met zijn packen komen. Ja. Oké dan. Top. Naast die firecracker heeft hij niks, dus we gaan chippen. Vind ik die vuurballen. Ik denk het wel. Ik denk dat hij wel weer vuurballen. Oké. Hij vindt wel dat ik echt goed speel, dus dat is wel bedankt, weet je wel. Thanks dat je dat vindt. Oké. Hij heeft poison. Oké, nice. Ah, ik wist natuurlijk, ik was even vergeten dat hij die firecracker had. Die had ik natuurlijk moeten vuurballen. Maar die vuurbal op zich op die elektrodraak en tombstone was ook niet heel gek hoor. Dus het is geen drama dat we dat gedaan hebben zo. Alleen omdat die firecracker snel rende, ging ze door die bom heen. Als dat een normale firecracker was, was die niet doodgaan door die bom. Dus daar kunnen we Gucci weg. Tesla had je altijd een lekkere DPS. Dat is gewoon alle top. Tesla is precies wat je wil hebben. Doen we dit. Archie Queen hoog. Ik had die skellies iets beter kunnen droppen. We hebben er gewoon nu nog een nieuwe Giant Skeleton. Maar ik denk dat het slimmer is om in de avond te gaan met onze Tombstone. Of de Tombstone. De Goblin Drill. In plaats van nu vol te gaan spammen met Giant Skeletons. Testetje in de back. Prima, prima, prima. Oh, wat een slechte vuurbal. Ik wou die Firecracker erbij pakken. Nou, dan accepteren we die hele bandit, denk ik. Tenzij je aan die kant gaat. Bandit, dat was niet helemaal wat ik wou, vriendje. Dan staan we opeens gelijk naar die firecracker. We staan achter. Kingtor is wel geactiveerd. Dat helpt wel natuurlijk op defense. Maar dit is niet precies wat je wil zien eigenlijk in het leven nu op dit moment. Nou, doen we maar gelijk de ability. Dat dacht ik al, ja. Oké, dan moet ik dit even goed timen. Nou, hoe dom kan je zijn? Van de zijkant wel als hij pre-log ging doen. Oké, top. Hoge Tesla om die te pakken. Ik speel heel raar. Ook hoge Tesla is trouwens niet gek hoor. De hoge Tesla is niet heel gek. Maar ik speel wel heel slecht met die. Ik doe wel andere dingen niet zo goed. Dit even aan de zijkant. Ja. Oké. Queen levend houden. Ik weet niet precies wat je plan is daar met die bandit. Ik ga het gewoon toch een heel klein beetje verdedigen. Dat je niet een charge en alles erop krijgt. Maar we moeten nu wel even gaan tempo gaan gooien. Tempo moet even nu wat hoog. Queen, ability alsjeblieft. Doe even aarde. Oké, we gaan even vuurballen nu. Want anders gaan we niet meer redden. Hoppatee. Boom. Oh, dankjewel. Oh, dankjewel. Let's go. We hebben hem. Hoppatee. Oké, daar kwamen we nog een beetje weg. Ik denk dat ik hem sowieso gewonnen had hoor. Ik had snellere cycle. Ik had vuurbal high poison. Dus ik had sowieso wel gewonnen, maar dat einde van hem was niet al te goed. Dus we komen weer weg, doen we nog een laatste potje met die drill. Giant Skeleton, goed of slecht? Ik vind hem eigenlijk wel stabiel. Ik vind hem stabiel. Is dat ook een optie? Nee, de titel is goed of slecht. Ja, dat is, nou, dan zou ik nu nog... Ik kan het niet weten. Ik moet nog één potje doen om het zeker te weten. Maar ik vind hem tot nu toe stabiel. Ik vind hem stabiel. We komen tegen Matthäus, CR uit de clan Salto SP. Ice Spirit on the bridge, you know. Oké. Queen in the back. Earthquake log killed een Magic Archer, maar we hebben geen Earthquake in het dekje. Ik wou dat zeggen, toen dacht ik, oh wacht, we hebben helemaal geen Earthquake in het dekje.
Doen we dit. Top. Waardoor die Archer, of die Magic Archer, gewoon neergaat. Super. Prima, joh. Prima. Oké, top. We hebben nog ability over. Nou, eigenlijk helemaal niks meer over. Top. Ja, kan niet zeggen. Dat gaat helemaal niks worden. Ja. Hoe sterk is die Giant Skeleton, denk je dan? Zij heeft levens voor deze, jongens. Holy damn. Oké, top. Dit is wel heel relaxed. Zeg, als dit een... Wauw, dat is heel relaxed. Oké, top. Doe even de drill in de back. Gewoon een beetje om te wisselen. Giant Skeleton tankt, wat super is. Nee, hoeft niet te loggen. Hij logt wel, natuurlijk. Wat deed hij ook weer net? Oh ja, Lumberjack. Ik wil namelijk dit doen. Ik zit even te denken wat hij dan heeft daarvoor. Mega Knight niet in cycle. Oh. Oh, die Tesla. Ik denk dat we geen ability weer hoeven te droppen. Dat is altijd gewoon mooi. Alleen hij gaat nu waarschijnlijk weer die Mega Knight rammen, hè? Ja, en dan heb ik geen elixir voor de Giant Skeleton op thuis. Dus ik laat hem gewoon die Mega Knight rammen. Oh, hij doet het niet. Oh, ik dacht dat hij de Mega Knight zou rammen. Kijk, als hij de Mega Knight zou rammen en ik... Hij heeft denk ik gewoon geen elixir daarvoor, hè. Als ik de Mega Knight zou rammen en ik deed de ability van de Queen... had ik niet genoeg elixir om dan de Giant Skeleton voor de Mega Knight te doen. Dus het risico was te groot. Ik wou dat risico niet nemen. Hij heeft geen skellies, of geen badge bij zijn Mega Knight, wat top is. Dus ik kan gewoon easy het zo verdedigen. En ik kan nu deze erbij rammen. Die gaan ook veel damage doen. Super. We gaan wel dood door die Lumberjack, inderdaad. Nu heeft hij... Oké, dit is echt... Oké, dankjewel. Prilog. Gaan we cool doen? We zijn cool. We zijn cool. We zijn heel cool. Oké, nice. Doen we deze in de back, want hij doet sowieso de Mega Knight inderdaad aan de voorkant. Nu... Moet ik even die Skellies droppen? IJsbeurtje. Oké, Mega Knight is wel afgeleid genoeg. En staan we nu wel echt flink voor. Teslaatje erbij. Super. Skeddy log. Oh, nee. Geen hit. Nice. Zo irritant ventje is dit. Oh, hij hit dit wel op het doel. Zie je? Ja, anders doet hij nog extra hitjes. Doet hij sowieso nu de Mega Knight. Dus doen we dit. Hoppatee, doen we de drill. We hebben geen log in cycle, wat wel een beetje irritant is. Want hij komt nu gewoon met zijn Skarmie. Dus ik moet nu vuurballen, want anders hebben we niks aan die drill. Met die vuurbal pakken we wel de Mega Knight. Dus prima vuurbal uiteindelijk. We hebben nu geen vuurbal voor de Magic Archer. Dus ik verwacht nu iets van Lumberjack. Dat in de back. Dan wil hij een Lumberjack ervoor doen. En dan wil hij een Magic Archer doen. Dus we wachten even, doen niet dit. Want dan heeft hij die Magic Archer heel steady staan. Waar is de Magic Archer? Nee, weet je, als je die gewoon dropt, dan vuurbal ik gewoon. Oké. In de back. Tesla ready. Even vanuit de back operator nu. Even rustig aan doen nu. Ja, ik wou wachten tot die Ram Rider erbij was. Maar ik denk niet dat dat handig geweest was. Oké, dit is wel heel top, zeg. We kunnen een extra Giant Skeleton, maar ik denk dat het slimmer is dit te doen. Ah nee, niet die drill aan de achterkant. Waarom doe ik die drill aan de achterkant? Nu kan ik hem niet loggen. Of die kan ik die, ja, die kan ik die Skarmie niet loggen. Oh, te laat met mijn Skeleton. Nou nee, niet te laat. Oh top, dit is heel gunstig. Dit is heel gunstig. Doen we dit. Ik krijg sowieso een nieuwe ability namelijk. Ja, je hoorde me spammen. Oké, super. We kunnen bijna weer beschermen. Oeh, hele slechte Magic Archer. Die snijpen namelijk met de... Ah, hele slechte skellies van mij dan weer. Oh nee. Nee, niet. Nee. Oeh. Close daar. Nog een beetje close op het laatste, dat hij er een beetje doorheen kwam, maar eigenlijk niet close. Dus nu vergelijkt het toch nog 1011 verschil.
Lekkere potjes, zeg. Giant Skeleton? Ja, goed. Leuk vooral. Ik vond hem best wel een makkelijke kaart, hè. 6 elixir, duur. Makkelijk. Je weet gewoon wanneer je moet gebruiken. Hele grote push, Giant Skeleton. Het is best wel een makkelijke kaart om te gebruiken, maar ook wel een hele leuke. Welk deckje vind ik beter? Lastig te zeggen nog. Ik denk dat ik meer potjes met beide decks moet spelen om dat te bepalen. Jongens, ik hoop dat we gaan het video even kijken. Zie je de volgende video en tot. Oh, wat vind jij van de Giant Skeleton? Laat achter in de comments. Zie je de volgende video en tot. Domes!